Hallo allemaal en welkom bij deze nieuwe food review. Een tijdje geleden heeft Dr. Oetker op zijn Facebookpagina een nieuw item gepresenteerd. En dat was de chocoladepizza. Nou, die heb ik hier. Ik weet niet of jullie hem heel goed kunnen zien. Ik ga heel even het licht iets harder doen. Maar goed, de chocoladepizza dus. En dat is deze. Nou ja, zo ziet hij eruit. Ja, hij ziet er wel oké uit. Ik heb geprobeerd toen ik hem uit de oven haalde om er niet aan te ruiken. Want je rook echt de chocolade door de hele gang. Ik vind hem een beetje ruiken. Ik weet niet of jullie dat kennen. Je hebt van die blokjes chocolade met zo'n steeltje erin. En daar kun je dan zo'n chocoladefondue van maken. Daar ruikt het een beetje naar, vind ik. Oké, dan ga ik hem nu aansnijden met mijn pizzames. Oké. Ik snijd daar een klein stukje van af. Daar is hij. Je ziet echt dat het een soort koekbodem is. En er zit dan een soort laagje in. En daarna gewoon de chocoladetopping, zoals de kaas. Nou ja, ik ga hem proberen. Ik weet echt niet waar ik hem heel erg naar vind smaken. Hij smaakt wel bekend op de een of andere manier. Maar weer niet zo heel erg. Nou, eigenlijk het enige wat ik erover kan zeggen is... Hij smaakt zoals je verwacht dat een chocoladepizza zal ruiken. Of zou smaken. Nou, dat was eigenlijk wat ik jullie wilde laten zien. Dit was de food review. Ik hoop dat jullie ervan genoten hebben. Hebben jullie zelf nou een idee voor iets wat ik moet proberen? Laat het dan in de comments weten. En ik zie jullie de volgende keer. Tot ziens!